Dexia maakte vandaag, woensdag 10 augustus 2016, zijn resultaten van het eerste halfjaar bekend. Wat zijn daarvan de opvallende punten? De economische en financiële omgeving van het eerste halfjaar van 2016 werd nog steeds gekenmerkt door een context van lage rente en grote volatiliteit op de financiële markten. De onzekerheid die gepaard ging met de stemming voor een Brexit versterkt dat volatiele klimaat en leidde in de eurozone tot een nieuwe rentedaling, alsook tot een groeiend wantrouwen tegenover de landen van Zuid-Europa. Deze marktcontext speelt in het nadeel van Dexia, dat erg gevoelig is voor de evolutie van de marktparameters. Dit leidt onder meer tot een stijging van het cashcollateraal bedrag dat de groep betaalt aan haar tegenpartij van derivaten en komt tot uiting in de rekeningen van de groep doordat de waardering van activa en passiva verandert. Ten slotte werd de markt van herfinanciering tijdelijk verstoord als gevolg van de stemming voor de Brexit. In deze context voerde de groep een voorzichtig beheersbeleid om zich voor te bereiden op een aantal van deze gevolgen. Zo had Dexia, om vooruit te lopen op een mogelijke Brexit, eind mei al 90% van zijn financieringsprogramma voor 2016 gerealiseerd en zijn financieringsbehoeften in Britse pond voor de komende maanden ingedekt. De groep had ook maatregelen genomen om zijn gevoeligheid voor de wisselkoerskommelingen te beperken. Deze niet al te gunstige marktcontext vertaalt zich in de rekening van Dexia, dat het halfjaar afsluit met een verlies van 200 miljoen euro. Om de lezing van zijn resultaten te vergemakkelijken, gebruikt Dexia een analytische segmentatie in drie delen. Het recurrente resultaat stemt overeen met de kosten voor het behoud van de activa. Dit resultaat is over het halfjaar negatief, min 131 miljoen euro. Maar omvat alle verschuldigde bijdragen en heffingen voor het jaar die 86 miljoen euro bedragen. De opbrengsten van de portefeuilles blijven stabiel. De marktcontext weegt echter op de financieringskosten die tijdens de periodes lichtjes gestegen zijn. Zonder de heffingen en bijdragen liggen de operationele kosten in de lijn van de vorige half jaren en blijven ze onder controle. De risicokost is bijzonder laag en komt uit op 1,7 basispunten. De boekhoudkundige volatiliteitselementen stemmen overeen met de aanpassingen van de waarde van een aantal activa en passiva, vooral onder invloed van de schommelingen van de marktparameters. Ze komen niet overeen met winsten of verliezen in cash. In een moeilijke marktcontext hebben deze elementen een negatieve impact op het halfjaar. De bijdrage van de niet-recurrente elementen is positief. Het gaat vooral om winsten op verkopen van activa en terugkopen van passiva, alsook om terugnemingen van voorzieningen voor geschillen. De context van de rentedaling en de wisselkoersschommelingen over het halfjaar doen het balanstotaal van de groep stijgen tot 236 miljard euro, ondanks de afbouw van de activa-portefeuille. De Common Equity Tier 1 ratio daalt lichtjes, vooral door de aftrek van 60% van de AFS-reserve op de niet-soevereine portefeuille van het reglementaire kapitaal sinds 1 januari 2016, om uit te komen op 15%, wat boven de reglementaire minima is. Vanaf 1 oktober 2016 zal de groep ook de AFS-reserve op de soevereine portefeuille moeten opnemen in de berekening van haar reglementaire kapitaal. Dexia kiest voor een voorzichtig beheer van zijn liquiditeit en behoudt het een aanzienlijke liquiditeitsreserve. Op 30 juni 2016 bereikt de uitstaande gewaarborgde schuld 68,2 miljard euro als gevolg van de stijging van het door Dexia gestorte netto cash collateral en van de reductie van de financieringen bij de centrale banken. Tijdens het halfjaar legde Dexia zich verder toe op de uitvoering van zijn resolutieplan om zijn systemische risico te verkleinen. De activa-portefeuille van de groep is dit halfjaar kleiner geworden door de natuurlijke afschrijvingen en de verkopen van activa. De groep ging ook verder met haar beleid van risicobeheer via verkopen van activa. De buitenbalansverplichtingen lieten tijdens het halfjaar eveneens een daling optekenen.
Ten slotte ging Dexia verder met de desensibilisering van de gevoelige gestructureerde kredieten in Frankrijk, waarvan het uitstaande bedrag sinds 2012 met bijna 60% werd verminderd.